Goedenavond. Jullie horen mij? Ja. Oké, bedankt voor de uitnodiging. Een lezing over klimaat en klimaatpolitiek. Is dat goed zo? Ja. Dit is natuurlijk een goed moment om dat te doen. We staan net voor de klimaattop in Parijs. En meer in het algemeen beleven we spannende tijden. We denken automatisch aan de terreur, oorlog op dagorde, mogelijke toekomstige terreuraanslagen waarmee gedreigd wordt. De gevolgen die dit heeft voor de democratie. De democratie staat onder druk, de noodtoestand wordt uitgeroepen. Spannende tijden. Het zijn ook spannende tijden, meer in het algemeen, omdat we, denk ik, op een moment in de geschiedenis leven dat cruciaal is. Op dit moment is het nog niet te laat om iets te doen aan klimaatverandering. Binnen 50 jaar zal het misschien te laat zijn. Nu is het nog niet te laat. Het zijn spannende tijden omdat we misschien voor de eerste keer in staat zijn om de toekomst te voorspellen. De toekomst voorspellen is altijd iets moeilijk, iets dubbelzinnig. Kunnen we dat ooit doen? Ik ben van oordeel dat dat bijna nooit mogelijk is, omdat de toekomst open is. Er is van alles mogelijk. Je kunt dat niet voorspellen, precies wat er gaat gebeuren, hoe de maatschappij zich gaat ontwikkelen, noem maar op. Wel, misschien is het voor de eerste keer nu het geval dat we dat wel tot op zekere hoogte kunnen. Met wat we nu weten, met de hoeveelheid CO2 die nu in de lucht, in de atmosfeer is uitgestoten, weten we zeker dat we naar een opwarming gaan van 1,5 graad of meer. Dus we weten dat zeker. Tenzij dat er plots een mirakel gebeurt, dat er plots een soort wondertechnologie ontstaat waardoor we CO2 uit de atmosfeer kunnen halen. Maar dat ziet er niet naar uit. Dus we gaan zeker en vast naar een reële opwarming. Een opwarming die betekent dat bepaalde regio's in de wereld niet meer bewoonbaar zullen zijn. Ik denk in de eerste plaats aan kleine eilandstaten in de Stille Oceaan bijvoorbeeld. Dus we stevenen sowieso op een soort van ramp af. De vraag is niet meer, komt er een ramp? De vraag is nu, hoe groot zal de ramp zijn? En als we snel handelen, kunnen we de omvang van die ramp nog beperken. Maar ze helemaal ongedaan maken, dat is, denk ik, als ik lees wat allerlei klimatologen daarover schrijven, dat is ondertussen niet meer mogelijk. Oké. Dus we kunnen voorspellen dat we vormen van klimaatverandering tegemoet gaan, serieuze opwarming tegemoet gaan. Hopelijk zullen we die kunnen beperken. Zullen we die kunnen beperken tot 2 graden Celsius? Dat is een soort kritische drempel. Daarboven gaan er zich allerlei gevaarlijke fenomenen voordoen. Het wordt altijd moeilijker trouwens om tot die 2 graden Celsius ons te beperken. Maar dat is de ambitie, dat is de bedoeling. Dus we weten dat op ons afkomt. Hoe dat die ramp er zal uitzien, dat weten we natuurlijk niet. Dus iedereen verbeeldt zich, maakt zich allerlei verbeeldingen. Wat komt er nu precies op ons af? Hoe gaat klimaatverandering eruit zien? En lange tijd, ik geef al een paar jaar regelmatig lezingen over klimaatpolitiek, klimaatverandering. En lange tijd, en dus vandaag ook, gebruik ik deze foto als prikkel, om je verbeelding te prikkelen. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Wel, wat je hier ziet, dat is New York, Manhattan, onder water. Dit is natuurlijk een getruckeerde foto die een aantal jaren geleden, ondertussen al een hele tijd geleden, gemaakt is door mensen die ons wilden wakker schudden over wat klimaatverandering kan betekenen. De machtigste stad, de rijkste stad misschien van de hele wereld, die dreigt onder water te komen te staan binnen afzienbare tijd. Wanneer? Binnen een eeuw? Binnen 150 jaar? Wie gaat het zeggen? Dat is een manier om de toekomst te verbeelden. Ik heb niet willen gebruik maken van het typisch beeld waar veel mensen over nadenken, die uitgemergelde ijsbeer. Dat is een ander typisch beeld van hoe we ons kunnen verbeelden, hoe de toekomst er zal uitzien. Dit is misschien al wat straffer, maar dit is dus een getruckeerd beeld. Naderhand gebruikte ik geen getruckeerde beelden meer. Dit is ook New York, dit is Manhattan ook, en dit is echt. Dit is de storm Sandy die, als ik me niet vergis, 2 jaar geleden de Verenigde Staten trof. 120 doden, geloof ik, ongeveer. Tal van huizen vernietigd. Manhattan staat onder water. Dat is echt. Klimaatverandering speelt mee een rol. Dus als we willen kijken naar de toekomst, als we onze toekomst in de ogen willen kijken, dan geeft dit misschien een glimp van onze toekomst. Het rijkste bankencentrum van de wereld dat blank staat,
door die overstroming. Maar als we willen nadenken over die toekomst, als we ons willen verbeelden hoe ziet onze toekomst eruit, moeten we eigenlijk niet zoveel verbeeldingskracht gebruiken. We moeten niet zo creatief zijn. Eigenlijk volstaat het bijna om de krant te openen. En wat zien we in de krant? We zien vluchtelingenstromen, we zien terreur, we zien chaos in het Midden-Oosten en alles wat daarmee samenhangt. Wel, ook dat is een gezicht van klimaatverandering. Uiteraard is er een heel moeilijk debat rond de vraag hoe moeten we nu eigenlijk Daesh, of de Islamitische Staat, zoals ze zich heten, hoe moeten we dat nu verklaren? Welke factoren spelen allemaal een rol? Dat is een heel complex debat. In welke mate speelt religie een rol, oorlog, noem maar op. Allemaal factoren die zeker meespelen. Wel, het enige wat we wel kunnen zeggen, het is heel complex. En klimaatverandering speelt ook, is ook een factor om die chaos in Syrië en in het Midden-Oosten breder te gaan begrijpen. Heel recent is er een belangrijke studie verschenen in PNAS, dat is een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift. En daarin maken wetenschappers de resultaten van hun studies bekend. Belangrijke studie stelt, klimaatverandering speelt een rol in de destabilisatie van Syrië momenteel. Wat is er gebeurd? Wel, klimaatverandering betekent droogte. Droogte betekent mislukte oogsten. Mislukte oogsten betekent dat boeren niet kunnen overleven. Wat kreeg je in Syrië? Een trek van het platteland naar de stad. Honderdduizenden mensen, tienduizenden, honderdduizenden mensen trekken naar de stad. Steden die eigenlijk al, waar er heel wat spanningen al waren, omdat sowieso, Syrië is natuurlijk sowieso een arm land. Je had in die steden ook al heel veel vluchtelingen uit Irak. De Irak-oorlog is nog maar een paar jaren geleden gebeurd. Dus heel veel vluchtelingen uit Irak waren onder andere naar Syrië getrokken. En dus die hele mix van factoren maakte dat Syrië eigenlijk een kruidvat werd. Zeker de Syrische steden, de sociale spanningen die er al waren, werden nog eens op de spits gedreven. En dat was een context van crisis, van chaos, waarin allerlei extremistische bewegingen goed kunnen gedijen. Om een lang verhaal kort te maken, als we iets willen begrijpen over de toestand in Syrië, als we iets willen begrijpen over hoe kan het nu eigenlijk dat zo'n terroristische, extremistische beweging zo sterk kan groeien in die regio, wel, dan speelt klimaatverandering ook een rol. Met andere woorden, ook dit kan de toekomst zijn. Een anderhalve graad opwarming, misschien meer. Dat zal betekenen, inderdaad, vluchtelingen, dat zal betekenen mislukte oogsten, overstromingen, dat betekent mensen die wegtrekken naar een andere plaats gaan om daar te gaan wonen, dat betekent sociale spanningen, noem maar op. Potentieel chaos, groepen die zich daarop enten en daarvan proberen te profiteren. Dus dit kan ook de toekomst zijn. Met andere woorden, klimaatverandering komt op ons af, dat is zeker. Wat het gezicht gaat zijn van klimaatverandering, dat is nog onduidelijk. Hopelijk zal het binnen de perken blijven, nogmaals. Maar laten we heel bewust zijn van de ernst van de situatie waarmee we geconfronteerd worden. Ja. Oké, een paar woorden over verder hoe zit het met die opwarming van het klimaat. Ik heb een paar cijfers verzameld van de NASA. Dus het ruimteagentschap van de Verenigde Staten. Die doen ook gaan klimaatonderzoek, heel belangrijk klimaatonderzoek. De cijfers spreken voor zich. We hebben een symbolische grens overschreden wat betreft de CO2-concentratie in de atmosfeer. In principe zouden we het op 350 parts per million ppm moeten houden, zegt James Hansen, dat was de voormalige topklimatoloog van de NASA. We zitten boven de 400. Dus we zijn, en het telt nog altijd op. Sinds 1880 is de mondiale temperatuur met 1,4 graden gestegen. Dat lijkt niet veel, maar dat is eigenlijk zeer significant. We gaan heel snel naar die 2 graden. En die 2 graden, dat is belangrijk, omdat eens we daar voorbij zitten, ik hoop dat dat iets is wat je weet, maar dat is heel belangrijk dat iedereen dat goed beseft. Als je boven die 2 graden Celsius gaat, dan dreigen zich een aantal fenomenen, processen in gang te zetten waardoor de klimaatverandering onbeheersbaar wordt. Wat gebeurt er dan? De oceanen dreigen dan, in plaats van CO2 op te nemen, zoals ze nu doen, momenteel is het zo dat CO2
opgenomen wordt door oceanen, wel, dan dreigen ze, als de oceanen te veel opwarmen, dan dreigen ze CO2 vrij te geven. Met andere woorden, op dat moment dreigt het klimaatveranderingsproces nog eens te versnellen. Als de temperatuur met meer dan 2 graden stijgt, dan dreigt de permafrost in Siberië te ontdooien. Siberië, het noorden van Rusland, ijskoud, de ondergrond is daar permanent bevroren. Behalve, stel dat die opwarming voldoende sterk is, dan dreigt een deel van die bodem te gaan ontdooien. En in die ondergrond zit er heel veel methaan, een heel sterk broeikasgas. Met andere woorden, als dat methaan vrijkomt, en dat proces is eigenlijk al voor een stukje begonnen, dan dreigt klimaatverandering oncontroleerbaar te worden. Dat is het grote rampscenario. Als we er niet in slagen om die verandering onder de 2 graden Celsius te houden, dan dreigen we heel snel in een scenario te komen van 3, 4 en meer graden Celsius. En eigenlijk weet niemand goed wat dat betekent voor het leven op aarde. Voilà, het Noordpoolijs dat smelt, je kunt het allemaal nalezen. Dus dramatische cijfers te vinden op de website van de NASA, die ons aantonen dat het nog altijd in de verkeerde richting gaat. Jaar na jaar dreigen we verder de ecologische crisis, de klimaatverandering, te versterken. Okay. Tegelijkertijd is er recent een reden tot optimisme gegroeid. En nu, in de aanloop van de klimaattop in Parijs, wordt dit vaak naar voren geschoven. Volgens het Internationaal Energieagentschap, een internationale instelling, is het zo dat voor het eerst de uitstoot in de energiesector is gestabiliseerd in 2014. Tot voor kort, elk jaar stoten we meer CO2 uit. Meer auto's op de baan, meer energieproductie, elektriciteitsproductie, noem maar op. Daarbij worden telkens fossiele brandstoffen verbrand, komt er CO2 in de lucht. Jaar na jaar zagen we hoe dat die CO2-uitstoot toenam. Volgens het Internationaal Energieagentschap een stabilisatie in 2014. Allerlei redenen spelen daarin erop mee. De Chinese economie die het moeilijk heeft. Het feit dat in de Verenigde Staten steeds minder steenkool wordt verbrand, maar wel gas. Gas stoot ook CO2 uit, maar minder dan de verbranding van steenkool. Dus een aantal factoren spelen mee. Stabilisatie. En dus de hoop is, oké, hopelijk is dat niet single shot, maar gaat dat nu vanaf een soort trend zijn en vanaf nu hebben we de top bereikt en gaan we nu langzaam naar beneden. Het is onzeker. We hopen dat dat inderdaad het geval is. De energieagentschap is tegelijkertijd tamelijk realistisch en zegt wel, de komende jaren voorspellen we blijvende economische groei. En die economische groei zal ongetwijfeld ook voor een groei van de uitstoot zorgen. En ze zijn opnieuw tamelijk optimistisch. Met 88% groei van de economie tegen 2030 gaan we toch een uitstoot hebben van 8%. Met andere woorden, ik zal daar nu niet te diep op ingaan, dat betekent dat er een soort van ontkoppeling plaatsvindt. 88% groei van de economie, dat betekent natuurlijk een heel grote groei van de energieconsumptie. Maar die groei van de energieconsumptie gaat niet noodzakelijk gepaard met een evenredige groei van de CO2-uitstoot. Maar er zal nog altijd een groei zijn van de CO2-uitstoot mondiaal. Met andere woorden, wel, we kunnen niet zeker zijn of dat inderdaad een plafond is en dat we niet toch verder gaan blijven groeien in de toekomst. Maar ik denk dat dat toch een belangrijk cijfer is. Ik denk dat dat belangrijk is omdat veel mensen de hoop verliezen. Veel mensen denken, de toestand is rampzalig, de onderhandelingen gaan niks vooruit, mensen liggen te weinig wakker van klimaatverandering, er gebeurt te weinig. Dus we gaan onze deadline missen, we gaan die 2 graden missen. Wel, ik denk dat dit cijfer laat zien, of hopelijk, ik probeer dat zo hoopvol te interpreteren, ik hoop dat dit betekent dat het nog altijd mogelijk is. We zijn al veel te laat, we zijn heel laat, maar het is misschien nog altijd mogelijk om het tij te keren en vanaf nu een soort daling in te zetten. We gaan zien wat er gebeurt de komende jaren. Als we de vraag stellen, wat moet er dan gebeuren, dan weten we dat eigenlijk heel goed. Eigenlijk weten we heel goed wat er moet gebeuren. Namelijk, we moeten de uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen verminderen. Radicaal verminderen. En een cijfer dat heel bekend is en dat je ook in je oren zou moeten knopen. Er is een stuk van de slide weggevallen, zie ik. Ongeveer 1/5
van de voorraden fossiele brandstoffen die we nog hebben, mogen we nog verbranden. Dus er zijn momenteel heel wat voorraden, steenkool, gas, olie, die bekend zijn, die door bedrijven, private staatsbedrijven, die bedrijven zijn dat aan het ontginnen. Wel, nog 1/5 daarvan mogen we inderdaad verbranden als we de opwarming willen beperken tot 2 graden Celsius. Dat betekent, 4/5 moet in de grond blijven zitten. Dat is een gigantische hoeveelheid. Dat betekent ook een enorm probleem voor die oliebedrijven, steenkoolbedrijven. Want zij rekenen er natuurlijk op dat ze al hun fossiele brandstoffen gaan kunnen opdelven en verkopen. Daar valt ontzettend veel geld mee te verdienen. Dat zijn de grote obstakels. Ik las een paar dagen geleden dat Chevron, de grote oliemaatschappij in de Verenigde Staten, verantwoordelijk is voor evenveel CO2-uitstoot als volledig Afrika sinds het midden van de 19e eeuw. Dus je ziet wat voor enorme rol dit soort bedrijven spelen en ook welke macht ze hebben. Tegelijkertijd, als we die bedrijven kunnen aanpakken, dan zijn we al een heel stap verder. Wat is het probleem? Stel nu dat de regerings- en staatsleiders samen zeggen van kijk, we gaan hier klimaatverandering stoppen. We gaan adequate maatregelen nemen om daar iets aan te doen. Wel, dat betekent dat 4/5 van die fossiele brandstoffen onder de grond moeten blijven zitten en dat veel van die investeringen van die bedrijven eigenlijk waardeloos worden, want ze gaan die fossiele brandstoffen niet kunnen verkopen. In de literatuur spreekt men over stranded assets. Dat dreigt voor een soort kleine economische crisis te zorgen, want plots wordt er heel wat beurswaarde en gaat heel wat beurswaarde de rook in. De waarde van die bedrijven zal kelderen. Wel, dit is een van de lasten die we sowieso gaan moeten dragen als we klimaatverandering willen stoppen. Dus, fossiele brandstoffen onder de grond. Maar wat zien we gebeuren tegelijkertijd de afgelopen jaren? Dat is een boom in de exploitatie van niet-conventionele fossiele brandstoffen. Dus niet gewoon de gangbare gas, olie, steenkool, maar schaliegas bijvoorbeeld. Of olieschalie. Dat zijn vormen van fossiele brandstoffen die heel diep onder de grond zitten en waarvan men lange tijd dacht, we gaan die nooit kunnen ontginnen, omdat die te diep zijn. Het is veel te complex, technologisch, veel te duur om die te ontginnen. Wel, de technologische ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat we die nu wel kunnen gaan ontginnen. Met alle gevolgen van dien. Dat betekent dat er nog extra gas en olie boven wordt gedolven en dat de exploitatie van die olie, schaliegas op zich ook heel destructief is voor het milieu. Om een heel lang verhaal kort te maken, wat gebeurt er? Dat gas en die olie zitten heel diep onder de grond in rotsgesteente. Wat men doet is onder heel zware druk water en chemicaliën naar beneden pompen. Onder zo'n grote druk dat er beneden heel diep in de bodem een soort kleine aardbeving, kleine schokken plaatsvinden. Door die schokken ontstaan er allemaal kiertjes en spleten in dat rotsgesteente en op die manier kan dat gas of die olie naar boven opgepompt worden. Maar dat heeft allerlei gevolgen. De vervuiling van het grondwater door al die chemicaliën. Kleine aardbevingen met schade aan huizen enzovoort tot gevolg. De verloedering van het landschap, want je hebt heel veel boorputten nodig en dat trekt op niks, zo'n boorput in het landschap. Enorm vrachtverkeer naar en van die boorputten enzovoort. Vooral in de Verenigde Staten, maar ook elders bestaat er daar een heel sterke strijd rond, een heel sterk gevecht rond. Veel milieuactivisten en burgers proberen dit soort exploitaties tegen te houden. De toestand is dus heel urgent. We kunnen er nu nog iets aan doen. De tijd die we hebben wordt altijd korter, wordt altijd beperkter. We moeten dus handelen. De vraag die zich nu stelt en die Annelien en ik hebben gesteld in het boek, De mythe van de groene economie, met een provocerende titel. De mythe van de groene economie. Is de groene economie nu een mythe? Iets waarin wat een soort illusie is. Ik zal daar straks nog een paar woorden over zeggen. De vraag stelt zich dus, moeten we niet gewoon eender wat er gebeurt voor het klimaat nu zomaar gaan goedkeuren? Want de toestand is nu eenmaal zo dringend. En een aantal anekdotes die wil ik vertellen om aannemelijk te maken dat hoe Annelien en ik tot de conclusie komen, we moeten toch af en toe ook een stap achteruit durven zetten en ook kritisch blijven voor het klimaatbeleid zoals dat wordt gevoerd. Een voorbeeld uit Australië. Australië is een van de
landen met de grootste CO2-uitstoot per wereld. De reden is dat er daar enorm veel steenkool te vinden is en dat er heel veel energie wordt geproduceerd op basis van steenkool. Australië is ook een land dat nu al de gevolgen van klimaatverandering sterk ondervindt. Droogtes, overstromingen, verwoestijning enzovoort. Niet toevallig is er ook in Australië een heel sterke klimaatbeweging. Tienduizenden, honderdduizenden mensen die mobiliseren op straat voor het klimaat. Een paar jaar geleden had de Australische regering de boodschap begrepen en ze gingen een klimaatpolitiek voeren. Een hele batterij aan maatregelen en één ervan trok de aandacht. Namelijk, Australië wordt geconfronteerd met een grote wilde kamelenpopulatie. Het zijn eigenlijk dromedarissen, maakt niet zoveel uit. Grote woestijnen, grote ongerepte stukken grond waar die dieren leven. Net zoals runderen laten die veel winden. En winden bestaan grotendeels uit methaan. Methaan is een sterk broeikasgas. Dus in die zin, die kamelen, dromedarissen, maar ook gewone runderen, die dragen heel sterk bij aan klimaatverandering. Nu had de regering er niks beter op gevonden. Laten we maatregelen nemen, laten we geld ter beschikking stellen aan jagers om die kamelen neer te schieten. Dat is een win-win situatie, want die kamelen, er zijn er te veel, soms vallen die mensen lastig, soms komen die dorpen en steden binnen en ze stoten methaan uit. En dus, voilà, met helikopters, jeeps enzovoort, ging men kamelen gaan neerknallen. Tienduizenden. Daar was natuurlijk een heel debat over. Hè. Al die mensen die op straat kwamen in Australië, zeiden van, ja, dit was eigenlijk niet wat we bedoelden als we zeggen dat er een klimaatpolitiek moet komen. We moeten iets doen aan die steenkool. Die kamelen, oké, dit is een probleem, maar dit is eigenlijk niet het beleid dat we nodig hebben. Tweede voorbeeld, agrobrandstoffen, beter bekend onder biobrandstoffen, maar er is eigenlijk niet zoveel bio aan. Het zijn eigenlijk landbouwgewassen, voedselgewassen, die worden gebruikt als brandstof. In Europa is men daar nog voorzichtig mee, hoewel dat wel wordt toegepast. De benzine die je nu tankt in eender welk een tankstation die dat, die benzine bevat, een bepaalde hoeveelheid ethanol of een andere biobrandstof. Maar onder andere in de Verenigde Staten en in Brazilië gaat men daar tamelijk ver in. Met als gevolg dat een groeiend areaal, een groeiende oppervlakte landbouwgrond, eigenlijk gebruikt wordt om eetbare gewassen te cultiveren die gebruikt worden om de tanks van auto's te vullen als brandstof. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Als je het eten gaat gebruiken als brandstof, dan blijft er minder over om als voedselgewas. Met als gevolg, een aantal jaren geleden, sterke stijging van de voedselprijzen en voedselrellen in een aantal landen ter wereld. Tientallen landen eigenlijk. Wat is de kern van het probleem met die biobrandstoffen? Je hebt eigenlijk heel veel voedselgewassen nodig om relatief weinig brandstof op te leveren. Een cijfer dat vaak wordt gegeven is dat om één keer de tank van een 4x4 te vullen, heb je eigenlijk evenveel voedsel nodig zoals een Indisch gezin in een heel jaar eet. Dat zijn de proporties. Dat laat u aanvoelen dat er hier ook iets mis aan is. Dus een aantal dingen die gebeurden in de wereld, een aantal beleidsmaatregelen die werden genomen in naam van de strijd tegen klimaatverandering, daarover begonnen wij ons kritische vragen te stellen. En dat bracht ons ertoe om ook eens meer in het algemeen een soort studie te maken. Wat gebeurt er nu eigenlijk voor het klimaat en in welke mate moeten we daar nu tegenover staan? En dat bracht ons ertoe om de groene economie te gaan bestuderen. En de groene economie, ja, toen wij ons boek lanceerden, ondertussen weer enkele jaren geleden, waren er veel mensen die verbaasd waren. Ze kenden ons als milieubewuste, ecologisch bezorgde activisten en academici. En plots komen we af met een boek dat een soort kritische blik geeft op de groene economie. Hoe is dat nu mogelijk? Zijn jullie van gedacht veranderd? Zijn jullie geen groene jongens en meisjes meer? Wel, de titel van het boek is een beetje provocatief bedoeld, maar inderdaad, we willen proberen toch een soort kritische blik te werpen op niet enkel klimaatverandering en de urgentie om daar iets aan te doen, maar ook de vraag te stellen, volstaat hetgeen daar vandaag aan gebeurt wel om het tijd te keren? Daarom keken we naar die groene economie. En wat is nu die groene economie? Dat is eigenlijk de naam van een soort van beleidsfilosofie, een beleidsprogramma, een heel batterij aan maatregelen die ontwikkeld is door internationale instellingen. De belangrijkste daarvan is UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, maar ook de Wereldbank, de OESO,
De Europese Commissie enzovoort, die doen allemaal mee met die discussie. Ze maken allemaal dikke rapporten over de groene economie. Lobbygroepen, denktanks doen allemaal mee aan die internationale discussie. En de gedachte is, we gaan proberen ergens een soort strategie te ontwikkelen waardoor we de economie kunnen vergroenen. Klinkt perfect. En een aantal mensen sprongen op de kar. Jullie kennen allemaal Al Gore. Hopelijk hebben jullie zijn film gezien. Prima film, prima documentaire. Heel belangrijk geweest in het laten groeien van het klimaatbewustzijn. Maar Al Gore is ook een beetje de verpersoonlijking geworden van die groene economie, waar hij ook heel veel in geïnvesteerd heeft. Wat is de argumentatie rond die groene economie? Wel, de voorstanders daarvan zeggen, wel, misschien moeten we daar niet zo negatief over doen, over die klimaatverandering. Misschien moeten we daar niet zo zwartgallig over doen. Misschien moeten we dat vooral zien als een soort opportuniteit, als een kans. Het is een crisis, maar die biedt ook kansen. En als je die rapporten leest en artikels van voorstanders van die groene economie, dat is het discours dat wordt gebruikt. De klimaatverandering is een gigantische opportuniteit. Het is een kans. Het is een kans om nieuwe bedrijven, nieuwe markten te creëren, nieuwe producten aan de man te brengen, enzovoort. Het is een kans om onze economie opnieuw erbovenop te helpen in een context van crisis. 2007, 2008, financiële crisis, economische crisis, daarna crisis in de eurozone, momenteel crisis in Azië, noem maar op, in China. Wel, als we in een economische crisis zijn, wel, laten we klimaatverandering aangrijpen om iets te doen om de economie er terug bovenop te helpen. En we leven in een heel fascinerend soort economie, een markteconomie, een kapitalistische economie. En we weten allemaal, die is zeer dynamisch, zeer innovatief. Voortdurend worden er nieuwe producten op de markt gebracht, voortdurend ontstaan er nieuwe technologieën, nieuwe innovaties, enzovoort. Dat is eigenlijk zeer fascinerend. Maar er zijn ook limieten aan. Ik zal daar straks nog een paar woorden over zeggen. Wel, een gelijkaardig mechanisme speelt hier. Dus telkens wanneer we ergens met een obstakel, met een probleem geconfronteerd worden, in plaats van vragen te stellen, oei, moeten we de economie niet fundamenteler in vraag gaan stellen? Moeten we daar niet fundamenteler kritische bedenkingen bij maken? Nee, wat we gaan doen is nog eens een schepje erbovenop. Innovaties, nieuwe bedrijven, nieuwe markten, enzovoort. Dat is de slogan, als het ware, van die groene economie. En we moeten daarbij ook op een andere manier naar de natuur gaan kijken. De natuur, dat is eigenlijk iets heel fascinerend. De natuur produceert eigenlijk voortdurend. De natuur doet allerlei nuttige dingen voor ons. De natuur produceert verse lucht, proper water, het zuivert ons water, onze lucht, noem maar op. De natuur is eigenlijk heel productief, heel creatief. Wel, we moeten proberen ook die natuur deel te laten uitmaken van onze economie. Kapitaal, dat is niet enkel geld, een som geld, maar eigenlijk is de natuur ook kapitaal. De natuur produceert en dat heeft een waarde en we moeten dat gaan beschouwen als natuurlijk kapitaal. Dat is eigenlijk een heel rare manier om te kijken naar de natuur. Een heel problematische manier om te gaan kijken naar de natuur. Later nog meer daarover. Oké, wat is nu die groene economie, die batterij aan maatregelen die in al die internationale rapporten worden ontwikkeld? De discussie daarover is volop bezig. Academici nemen daar ook aan mee aan deel. En er zijn verschillende varianten van die groene economie, maar stevast zijn er vier ingrediënten. En het eerste ingrediënt is het belangrijkste. Dat is de gedachte dat we een veranderingsproces moeten doormaken en dat de markt daarbij een middel moet en kan zijn. En hoe kan de markt zorgen voor verandering? Wel, dat kan als we bijvoorbeeld de markten zo gaan bijsturen via belastingen en subsidies, dat milieuvriendelijkere alternatieven goedkoper worden dan milieudestructieve. Als we ervoor zorgen dat zonnepanelen goedkoper worden dan steenkool, dan gaan mensen spontaan wel veranderen. Dat is een heel concrete strategie waarvoor er iets te zeggen valt. Maar waar die voorstanders van die groene economie vooral aan denken, is niet noodzakelijk het bijsturen van bestaande markten, maar het creëren van totaal nieuwe markten. Want als je nieuwe markten creëert, dan kun je ook nieuwe producten verkopen. En op die manier kunnen we de economie erop bovenop krijgen. En dan denk je natuurlijk spontaan aan nieuwe markten voor producten zoals elektrische wagens of zonnepanelen, noem maar op. Dat is er ook bij. Maar waar vooral aan gedacht wordt,
zijn nieuwe markten en heel rare nieuwe producten. En het belangrijkste voorbeeld op dat vlak is emissiehandel. Koolstoffen, carbon trading in het Engels. En ik ga niet in detail uitleggen hoe dat systeem werkt, maar in het boek doen we dat in het lang en het breed en proberen we dat, enfin, geven we daar eigenlijk een vernietigende kritiek op. Laten we zien dat dat systeem, hoewel misschien goed bedoeld, eigenlijk zeer nefaste effecten heeft. Voorbeeld, één iets wat dat systeem mogelijk maakt, dat is CO2-compensatie. Wat houdt het in? Wel, je hebt een bedrijf hier in Europa bijvoorbeeld, dat stoot CO2 uit. In plaats van zelf te werken aan verminderde uitstoot, in plaats van zelf de machines, de installaties te veranderen, zodat je minder CO2 uitstoot, wordt hier de mogelijkheid gegeven om die uitstoot te gaan compenseren. Met andere woorden, om bijvoorbeeld naar ontwikkelingslanden te gaan, om daar allerlei projecten op poten te zetten waardoor de CO2-uitstoot in de ontwikkelingslanden vermindert. En het idee is, op die manier bereiken we toch onze doelstellingen. Hier blijven we, in deze fabriek blijven we wel CO2-uitstoot, maar die CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door allerlei milieuvriendelijke projecten in het zuiden. Bijvoorbeeld, we gaan de uitstoot hier verminderen of compenseren door in het zuiden allerlei gewassen te gaan aanplanten. Ik zeg maar iets. Dat is een concrete strategie. Wel, een voorbeeld van dicht bij huis, en ik woon zelf in Gent, dus dit is heel dicht bij huis. Sitmar, of het vroegere Sitmar, nu ArcelorMittal in Gent, een groot bedrijf, heeft een enorme energiebehoefte. Het staalbedrijf heeft enorm veel energie nodig. Wel, die energie, wat gebruikt Sitmar, of wat gebruikt ArcelorMittal, dat zijn kooks, een bepaald soort steenkool. Gevolg van de verbranding ervan, uitstoot van de CO2, van veel CO2, maar ook uitstoot van allerlei giftige stoffen, fijnstof bijvoorbeeld. Er wordt gezegd, metingen zeggen, 10% van het fijnstof in Gent, fijnstof is kankerverwekkend voor mensen die dat inademen, 10% van het fijnstof in de regio Gent komt van deze fabriek. Oké, dus dit is een probleem zowel voor klimaatverandering als voor de gezondheid van de omwonenden. Wat heeft ArcelorMittal gedaan? Wat heeft Sitmar gedaan? Wel gezegd van, kijk, we gaan hier onze installaties behouden, maar we gaan toch ons beste beentje voorzetten en we gaan onze CO2-uitstoot gaan compenseren. En hoe gaan we dat compenseren? We gaan investeren in de verwerking van HFC-23. Dus via het hele ingewikkelde systeem van emissiehandel kon dat bedrijf emissierechten, dus het recht om verder CO2-uitstoot te verwerven, door te gaan investeren in onder andere China, in projecten rond HFC-23. HFC-23 is een chemische substantie, ik ben geen chemicus, maar HFC-23 is een product dat vrijkomt bij de fabricage van frigo's, van koelvloeistoffen. En HFC-23 is een heel sterk broeikasgas, meer dan 10.000 keer zo straf als CO2. Dus als je HFC-23 kunt tegenhouden, dan heb je een goede bijdrage geleverd aan de strijd tegen klimaatverandering. Nu, wat gebeurde er? Er kon heel veel geld verdiend worden in China, doordat die Chinese bedrijven, die koelkastenbedrijven, allerlei emissierechten konden beginnen verkopen aan bedrijven zoals Sitmar, ArcelorMittal. En ze konden eigenlijk meer winst maken met die HFC-23-kredieten dan met de productie van die koelkasten. En wat we zagen is dat die productie van koelkasten een boom kende. Er werden koelkasten geproduceerd tegen de sterren op. Ook al konden ze die soms niet verkopen, maar de handel in die HFC-23-kredieten was zo rendabel. Wat is het gevolg? Wel, er wordt altijd maar meer van dat HFC-23 geproduceerd of afgefakkeld. Want dat is wat er gebeurt om te verhinderen dat die in de atmosfeer terechtkomt. Je krijgt een soort van gekke productie van te veel koelvloeistoffen en te veel frigo's. Het gevolg is dat ArcelorMittal in Gent eigenlijk nauwelijks iets moet veranderen, niks moet veranderen. En dat betekent dat eigenlijk de winst voor het klimaat heel beperkt is, want het fossiele brandstoffensysteem blijft intact. Men blijft kooks verbranden in Gent en overal ter wereld.
Die koelvloeistoffen, daarover kun je de vraag stellen in welke mate ze wel degelijk nodig zijn. Want ik zeg het al, er is een soort overproductie van koelkasten ontstaan. Men geraakt de koelkasten niet meer aan de straatstenen kwijt. Daarbovenop zeggen veel analisten, ja, die HFC-23, dat is eigenlijk iets helemaal anders dan CO2. CO2 hangt samen met de verbranding van fossiele brandstoffen. Dat is een heel complex probleem. Je moet daarvoor structurele maatschappelijke veranderingen doorvoeren om daarvan af te geraken. Je moet anders gaan bouwen, je anders gaan verplaatsen, minder vliegen, noem maar op. Heel, heel structureel, heel moeilijk. HFC-23 is eigenlijk heel simpel. Als de regering in China of in een aantal andere landen waar dit goedje wordt geproduceerd, als die gewoon een maatregel hadden genomen en zeggen van vanaf nu is het verboden om HFC-23 uit te stoten in de atmosfeer. Je bent verplicht, bedrijf, fabriek, om dit op te vangen, eventueel te verbranden enzovoort, om dit te verwerken, dan was het probleem eigenlijk heel gemakkelijk op te lossen. Dus die twee zaken zijn eigenlijk iets helemaal anders. En wat er gebeurd is, door dit soort handeltje, wordt het moeilijke probleem eigenlijk uitgesteld. Het moeilijke probleem, namelijk afgeraken van die fossiele brandstoffen. Wat we zien is, zit maar blijft die koks gebruiken, met als gevolg nog altijd uitstoot van CO2 en ook nog altijd de gezondheidsgevolgen voor de omwonenden. Niet toevallig zijn het vooral mensen die ten noorden van de Gentse haven wonen die daarvan de grootste gevolgen ervaren. Zelzaten, bijvoorbeeld, is een van de armste gemeenten of armere gemeenten in Vlaanderen. Niet toevallig. Niet toevallig zijn zij het die de last dragen van dit fenomeen. En dus je ziet weinig bijdrage aan klimaatverandering, maar direct wel een belangrijke sociale component, een vorm van sociaal onrecht dat daar in stand wordt gehouden. Okay. Tweede ingrediënt, wel, we gaan onze economie vergroenen aan de hand van technologie. En we hebben natuurlijk technologie nodig. We zien jaar na jaar dat de zonnepanelen efficiënter worden, heel belangrijk. Dus daar gebeurt van alles rond, zeer positief. Maar een wondertechnologie is er eigenlijk nog niet. Dus de zonnepanelen worden goedkoper, worden concurrentieel ten aanzien van steenkool enzovoort. Dat gaat in de goede richting, maar het gaat eigenlijk veel te traag. En een wondertechnologie die bijvoorbeeld CO2 kan opzuigen uit de atmosfeer, dat is er nog lang niet. Wat krijgen we daarom in de plaats? Een discussie over technologieën die altijd die problematisch zijn. Kernenergie. Ja, strikt genomen komt er geen CO2-uitstoot vrij wanneer er uranium wordt gesplitst. Dus kernenergie als oplossing voor klimaatverandering. Ja, de vraag is natuurlijk opnieuw, wat gaan we doen met dat kernafval? En de hoeveelheid uranium dat we ter beschikking hebben om aan de opwekking van kernenergie te doen, die is beperkt. Met de huidige hoeveelheid kunnen we nog 70, 80 jaar, zoiets geloof ik, weg. Koolstofopslag, carbon capture and storage, heet het in het Engels. Dat betekent eigenlijk dat je aan fabrieken bijvoorbeeld, waar er heel veel CO2-uitstoot is, die CO2 gaat opvangen en dat je die gaat verwerken met de bedoeling om die onder de grond te steken. En daar zijn experimenten mee. Dat is eigenlijk de grote hoop voor de toekomst voor de fossiele brandstoffensector. De grote gasbedrijven, de grote steenkoolbedrijven vooral, die zitten volop in daarop. Die zeggen van, we moeten blijven steenkool ontginnen, we hebben dat nodig voor onze energiebehoeften, maar wij beloven dat we gaan investeren in koolstofopslag. Spijtig genoeg is het niet zo'n rooskleurig verhaal. Recent een heel groot artikel in de Financial Times, waarin letterlijk wordt gesteld, koolstofopslag, dat is de technologie, waarschijnlijk de technologie waar er het meest miljarden dollars in geïnvesteerd is om minst resultaat op te wekken. Die technologie staat lang nog niet op punt en is zeker nog niet operationaliseerbaar op grote schaal. Dus steenkoolbedrijven zetten daar een hoop op, maar ze dreigen van een kale reis terug te komen. Geoengineering, dat is eigenlijk een beetje het managen van het klimaat, het managen van het weer, het managen van de zonnestraling. Dit is een soort een tekening eigenlijk van hoe dat er kan uitzien, waarbij dat je bijvoorbeeld waterdeeltjes, stofdeeltjes in de lucht schiet met een soort van speciale kanonnen om op die manier een kunstmatige wolkvorming te creëren. En wolken houden de zonnestralen tegen en op die manier kan de opwarming vertraagd worden. Het probleem wordt niet fundamenteel opgelost. De CO2 blijft in de atmosfeer, het broeikaseffect blijft spelen, maar we kunnen het een beetje vertragen. Een andere manier waarop dat kan, waarop dat wordt voorgesteld, is we gaan bepaalde ijzerdeeltjes aan de oceaan toevoegen en daar ga je meer algengroei en andere plantengroei krijgen.
En planten die groeien, die nemen CO2 op. Dus opnieuw een manier om eigenlijk te morrelen aan fundamentele systemen, weersystemen, de oceanen, om iets te doen aan klimaatverandering. Waarbij andere wetenschappers zeggen, oceanologen zeggen wel, wees daar heel voorzichtig mee. Eens dat je begint te morrelen aan de oceanen, heel complexe systemen, je weet niet waar dat gaat eindigen, welke onverwachte neveneffecten spelen. Ook genetische manipulatie is een belangrijk aspect in heel die discussie. Derde ingrediënt, duurzaam ondernemen. Daarover hoef ik weinig te zeggen, denk ik. Iedereen weet wel dat bijna alle bedrijven hebben projecten waarbij ze NGO's steunen, waarbij ze hun beste beentje voorzetten. Vaak heel positief, vaak ook wat men noemt greenwashing. Groen wassen, uzelf een groen imago aanmeten, terwijl je eigenlijk feitelijk helemaal niet zo groen bent. Dus we moeten altijd heel concreet gaan kijken in welke mate is een bedrijf nu eigenlijk echt groen of is het eigenlijk enkel alleen maar reclame of PR. En een laatste ingrediënt is duurzaam consumeren. Dat is misschien nog het interessantste, toch in onze optiek. Namelijk in je eigen leven andere keuzes maken. Wij doen het ook. Vegetarisch gaan leven, geen auto hebben, minder gaan vliegen enzovoort. Op zich is dat positief. Veel mensen doen het. Opmerkelijk veel mensen doen het. Heel belangrijk. Dat toont aan dat er een soort van kritisch bewustzijn is bij de bevolking, dat er iets moet gebeuren. En mensen beginnen in hun eigen leven. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk erkennen dat je weinig verandert op die manier. Natuurlijk, als significant veel mensen stoppen met vlees eten, gaat dat wel een effectje hebben. Maar de echte obstakels zijn natuurlijk het fossiele brandstoffensysteem, de grote energiebedrijven enzovoort. Oké. Wat interessant is om te zien waarover dat die groene economie niet gaat. En dat zijn een aantal zaken die in onze ogen absoluut essentieel zijn als we klimaatverandering willen stoppen. Economische groei. We zijn allemaal voor economische groei, dat zorgt voor welvaart, verbetering van ons lot enzovoort. Maar op een eindige planeet kun je niet oneindig gaan groeien. Dat is logisch. Hè. We kunnen niet altijd maar meer energie, altijd maar meer spullen. De planeet is eindig, de hoeveelheid grondstoffen is eindig, dus we moeten het doen met de middelen die we hebben. En de cijfers zijn eigenlijk verbluffend. Hè. Als we blijven doorgroeien zoals we nu bezig zijn, hè, mondiaal zitten we op een groei van 3% momenteel. Wel, als we nog 200 jaar zo doordoen, dan is de economie binnen 2 eeuwen 250 keer zo groot als die van vandaag. Dus je kunt je dat niet voorstellen. Denk alle goederen en producten die vandaag worden gemaakt in de wereld. Aan 3% groei van per jaar gaan we binnen 2 eeuwen 250 keer zoveel produceren. Je kunt je dat niet voorstellen. En dat gaat vooral niet, dat gaat wellicht niet, op onze eindige planeet. Er is natuurlijk een ontkoppeling, in de zin dat economische groei niet altijd gepaard gaat met evenveel groei van energieproductie of energieconsumptie, milieu-impact. Maar als de economie 250 keer groeit als nu, dan gaat de milieu-impact wel significant ook toenemen. Misschien niet 250 keer, maar toch ook significant. Voilà. De cijfers zijn er. De internationale concurrentie verminderen. Waarom mislukken de klimaattoppen jaar na jaar? Elk jaar op het einde van het jaar, binnenkort, volgende week in Parijs, komen ze samen, de staats- en regeringsleiders, om te onderhandelen over een internationaal klimaatakkoord. Het mislukt jaar na jaar. Waarom? Wel, omdat die staats- en regeringsleiders daar eigenlijk zitten rond de tafel, voor een stuk ook om hun eigen concurrentiepositie, de concurrentiepositie of het marktaandeel van hun eigen land, van hun eigen bedrijven, te verdedigen. En op die manier wordt de zwarte piet doorgeschoven. Ja, ik ga geen straffe milieumaatregelen nemen als die andere landen dat ook niet doen. Want als wij dat doen, dan gaan al de bedrijven wegtrekken van bij ons en gaan ze naar ginder trekken. Dat is het spel van internationale concurrentie. En concurrentie is interessant omdat het onze economie zo dynamisch maakt. Maar nu zien we de neveneffecten. Zien we dat dit eigenlijk een fundamenteel obstakel dreigt te worden voor de samenwerking die nodig is mondiaal om klimaatverandering aan te pakken. De financiële markten. Sinds de financiële crisis weten we wat voor rare dingen er gebeuren op de beurzen. Wel, eigenlijk, in de rapporten van de groene economie, wordt voorgesteld om gelijkaardige mechanismen te gaan gebruiken in bijvoorbeeld emissiehandel en gelijkaardige systemen. Ik zal daar veel over kunnen zeggen, maar ik ga het niet doen. Vrijhandel, dat is ook de heilige koe van de globalisering. De televisies die we kopen, die zijn samengesteld uit onderdelen uit 50 landen die van over de hele wereld worden aangedragen via grote schepen.
Wel, opnieuw vrijhandel, dat heeft ook een enorme impact. Die grote handelstromen hebben een enorme impact op het klimaat. Als je alleen maar denkt aan de CO2-uitstoot van grote schepen bijvoorbeeld, ook daar wordt er niet aan geraakt. Het is geen toeval dat scheep en luchtvaart tot nu toe uit elk internationaal akkoord zijn gehouden. Emissiehandel dekt bijvoorbeeld de scheepvaart en de luchtvaart niet. Een soort van taboe. Nochtans moeten we daar iets aan doen als we het klimaat willen stabiliseren. Okay. En dus onze kritische bedenking is, ja, gaat het eigenlijk nog wel over de vergroening van de economie? Want een vergroening van de economie hebben we nodig. Als we veel van die maatregelen bekijken, veel maatregelen zijn goed, kunnen we ondersteunen, maar er is toch nog altijd kritische zin nodig voor wat er gebeurt. Het lijkt voor een stuk te gaan om de vermarkting van het groene gedachtegoed. Steeds meer mensen zijn bezorgd, hebben een soort van kritisch bewustzijn. De milieucatastrofe gaat altijd verder. En bedrijven proberen daar ook zich op te enten en daar nieuwe marktstrategieën rond te gaan ontwikkelen. Okay, wat levert het ons nu allemaal op? UNEP, ik heb daar al over gesproken, het milieuprogramma van de Verenigde Naties. Dat is eigenlijk de organisatie die het meest vergaand onderzoek en denkwerk heeft verricht rond die groene economie. Ze hebben een heel dik rapport, meer dan 600 pagina's, uitgegeven een aantal jaren geleden. En daarin ontwikkelen ze een aantal scenario's. En als we het meest ambitieuze scenario bekijken, ze noemen dat G2, dat is het scenario waarbij mondiaal elk jaar na jaar 2% van het mondiale BNP wordt geïnvesteerd in de vergroening van de economie. Dat lijkt niet veel, maar dat is wel heel significant. Dat is een heel significante inspanning. Wel, als we dat doen, zo geeft UNEP toe, dan gaan we een reductie van de CO2-uitstoot realiseren van 4-7% in vergelijking met 1990. Wat wil dat zeggen? Dat die groene economie wel degelijk kan vergroenen, ondanks alle kritische bedenkingen die wij daarbij maken, dat die wel degelijk kan zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot, maar een vermindering die veel te laag is voor wat nodig is als we het klimaat willen stabiliseren op 2 graden opwarming. En UNEP geeft dat ook toe. In het rapport wordt dat ook toegegeven. En die quote daar rechts, wat wordt er gezegd? Wel, wat er ons parten speelt, dat is de economische groei. En waarom speelt ons dat parten? Wel, we hebben een economie. Je moet daar van alles in gaan veranderen om die te gaan vergroeien. Vergroenen, beter. Dat is een heel complexe opdracht. Maar als de economie jaar na jaar groter wordt, dan is het natuurlijk evident dat de inspanning die je moet doen om te vergroenen ook veel groter moet zijn. En dus dat is de paradox of de spanning waarmee we geconfronteerd worden. Dus inspanningen kunnen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert, maar met een groeiende economie wordt het effect daarvoor een stuk door teniet gedaan. Komt daar nog bij het rechtvaardigheidsvraagstuk? Ik heb al gesproken over Chevron, dat evenveel CO2 verantwoordelijk is voor evenveel CO2-uitstoot als heel Afrika sinds midden van de 19e eeuw. Dat laat eigenlijk al iets zien. Dat de verantwoordelijkheid voor klimaatverandering wordt niet gelijk gedeeld door alle mensen op deze planeet. En de grootste slachtoffers zullen vallen in het zuiden. Afrika zal te maken krijgen met verwoestijning, droogtes, andere delen in het zuiden, Azië zal veel te maken krijgen met overstromingen, noem maar op. Er is een probleem van rechtvaardigheid tussen Noord en Zuid. En dus als we, je ziet dat er een aantal spanningen zich voordoen. Dus als we onze economie willen vergroenen en tegelijkertijd iets willen doen aan die scheefgetrokken verhouding tussen Noord en Zuid, ja, dan blijft er nog heel weinig ruimte over voor economische groei. En je ziet dat we zitten in een soort van trade-off, een soort van afweging, een heel moeilijke afweging. En die afweging wordt altijd maar moeilijker, die spanningen worden altijd scherper hoe meer tijd er passeert, hoe meer tijd dat we verliezen, bij manier van spreken. En dat brengt ons tot een kritische bedenking bij een slogan die opnieuw wordt opgedist in die context van de discussie over de groene economie, namelijk People, Planet, Profit. De gedachte is dat we die drie dingen kunnen verzoenen. We kunnen iets doen tegelijkertijd voor de planeet, tegelijkertijd voor de mensen en tegelijkertijd iets wat goed is voor onze economie. En de vraag die wij ons stellen is in welke mate dit klopt. Op bepaalde punten kan dat zeker wel.
Je kunt zeker en vast bedrijven bedenken die goede lonen betalen, waar mensen onder goede arbeidsomstandigheden werken. Bedrijven die milieuvriendelijke producten aan de man brengen, dat kan zeker en vast. Maar als je bekijkt op de economie, op het niveau van de economie als geheel, dan wordt dit veel moeilijker. Dan denk ik dat er bepaalde afwegingen of spanningen zijn, spanningen die zorgen voor moeilijke keuzes. Om maar een heel simpel voorbeeld te geven. Als we echt die verandering willen doormaken, dan zijn er echt grote investeringen nodig in nieuwe gebouwen, nieuwe manieren van ons verplaatsen, nieuwe manieren van ons te voeden, ons te kleden enzovoort. Dat is een gigantische investering. Als je alleen al kijkt naar de isolatie van gebouwen bijvoorbeeld, dat er enorme bedragen er nodig zijn om alles goed te gaan isoleren. Daar hangt een kostprijsje aan vast. En de hele vraag gaat zijn, wie gaat dit betalen? Er is daar natuurlijk een soort strijd rond. Wie gaat moeten opdraaien voor de rekening? En een strijd of een conflict dat je nu vandaag in Vlaanderen al ziet. Als je bekijkt in de krant hoe hevig het debat was rond de betaling van de zonnepanelen. Denk aan de hele discussie rond de turteltax. Sommige mensen hebben, en vooral grote bedrijven, hebben een aantal zonnepanelen op hun dak. En daar wordt een kostprijs, daar hangt een kostprijsje aan vast, kostplaatje aan vast. Die wordt betaald door andere mensen die geen zonnepanelen op hun dak hebben. Dat zijn het soort van concrete conflicten, spanningen waarmee we geconfronteerd worden. En ik denk dat het van het allergrootste belang is dat we dat erkennen en dat we daar ook rekening mee houden. Onze inschatting is, we gaan nooit die grote verandering kunnen doormaken om klimaatverandering te stoppen, als die verandering, als de strategie die we hanteren, niet gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid. Want als de grote massa van gewone werkende mensen, armere mensen, de rekening gaan betalen, dan gaan we nooit het draagvlak kunnen creëren dat noodzakelijk is voor de verandering die we nodig hebben. En het voorbeeld van die zonnepanelen is heel duidelijk. Dat heeft in grote lagen van de bevolking eerder het draagvlak voor die zonnepanelen verminderd dan ze te vergroten. Dus er zijn spannende conflicten waar we rekening mee moeten houden. We kunnen niet iedereen tevreden stellen. En wat wij zeggen is, we moeten dus een rangorde maken. Planet komt eerst in onze optiek. We moeten de planeet redden op een manier die sociaal rechtvaardig is, dus people. En als dit betekent dat we de economische groei moeten aan banden leggen of dat we bepaalde winsten, aan bepaalde winstenmarges moeten zitten van bedrijven, so be it. Dat is de prijs die we moeten betalen. Maar de gedachte dat we dat allemaal alle drie verder kunnen blijven doen zonder problemen, dat is een illusie. Ik zal eens kijken hoe het zit met de tijd. Okay. Een groot discussiepunt in die groene economie heb ik al een beetje aangeduid. Namelijk, kunnen we de marktprijzen niet corrigeren? Kunnen we er niet voor zorgen dat milieu-onvriendelijke producten duurder worden? En zodanig dan gaan alle mensen wel spontaan milieuvriendelijkere goederen gaan kiezen, gaan kopen. Want als het goedkoper is, waarom zou je dan niet doen? Met andere woorden, je gaat belastingen heffen, bijvoorbeeld op fossiele brandstoffen. Je gaat belastingen heffen op vliegverkeer. Je gaat treinverkeer of busverkeer goedkoper maken en je hoopt op die manier ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, als ze nog eens op reis willen naar Berlijn, pakweg, dat ze dan de trein of de bus gaan nemen en niet meer het vliegtuig. Vandaag zitten we met een absurde situatie dat vliegen goedkoper is dan de trein nemen. Absurd. Dus we moeten dat proberen bij te sturen. En dat kan door allerlei taksen, belastingen, eventueel subsidies, om op die manier tussen te komen in de markt. Het probleem is, we hebben kostbare tijd verloren. En als we dus die verandering willen doormaken, door prijzen te veranderen, ja, dan dat heeft een bepaalde tijd nodig. Dus als je belastingen gaat heffen om op die manier het gedrag van mensen te gaan bijsturen, ja, de verandering gaat niet van vandaag op morgen gebeuren. En als je de verandering heel snel wil doorvoeren, dan ga je heel hoge taksen moeten invoeren. Vandaag is het zo, binnen het emissiehandelssysteem kost het ongeveer, ik weet de laatste cijfers niet, een paar maanden geleden was het ongeveer 5 euro per ton CO2 die je uitstoot. Dus als een bedrijf 5 een ton CO2 wilde uitstoten, dan moest het daarvoor een emissierecht aankopen op de markt voor 5 euro. Dat is bijna niks.
Veel economisten zeggen de prijs moet minstens 30, 40 euro per ton zijn om een beetje de druk te zetten op bedrijven om iets te veranderen. Andere klimaatwetenschappers, klimaateconomisten, die zeggen dat de prijs nog veel hoger moet zijn. Het moet minstens honderden euro zijn om voldoende snel een veranderingsproces in te zetten. En het hele probleem is dat de prijs die je op CO2 zet zo hoog dreigt te moeten zijn dat je economische schokken teweeg brengt. Dat wordt zelfs toegegeven door bepaalde voorstanders van de groene economie. Namelijk, als je echt een belasting zou heffen op CO2 die, laten we zeggen, in staat is om snel een verandering door te voeren, dat betekent dat die belasting zeer hoog zal zijn. Dat betekent dat heel wat van de meest, van de grootste en meest winstgevende bedrijven van dit moment van op de ene dag op de andere dag verlieslatend zullen zijn. Dat betekent een economische schok, een economische turbulentie. En opnieuw stelt zich de vraag van rechtvaardigheid. Wie gaat daarvan de rekening betalen? Gaan het niet de gewone werkende mensen zijn die plots hun job verliezen in automobielfabrieken enzovoort? En hoe gaan we dat begeleiden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ergens op een solidaire, rechtvaardige manier kan gebeuren, die verandering? Bon. Ik zou daar nog veel meer over kunnen zeggen, maar het punt dat ik wil maken is... De vraag die we ons moeten stellen is... Zijn we eigenlijk al niet te laat om een verandering door te maken, stapje per stapje? Via kleine stapjes, kleine maatregelen, bijsturen van prijzen, via belastingen enzovoort. Om op die manier een transitie, een veranderingsproces door te maken, zijn we daar eigenlijk niet te laat voor. En dit is de foto van Kevin Anderson, een man die een belangrijke stem is in het klimaatdebat. Hij is een klimatoloog, maar die zich ook steeds meer mengt in het politieke en economische debat. En hij zegt, eigenlijk is het te laat. Stel dat we in de jaren 90 waren begonnen met dat soort subsidies en belastingen en allerlei andere maatregelen, waardoor dat we ergens stapje per stapje een soort veranderingsproces zouden kunnen doormaken. Misschien was het toen nog mogelijk. Maar ondertussen is er weer, zijn we 20 jaar verder of meer, en is er een enorme hoeveelheid extra CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Onontkoombaar, we kunnen dat niet terugschroeven. En dat betekent dat de marge die we nog hebben altijd maar kleiner wordt. En, zegt Kevin Anderson, ik geloof, zo zegt hij, of ik meen, dat we daardoor niet meer de marge hebben om nog stapje per stapje gradueel te veranderen. We gaan vandaag, je hebt het misschien al ondertussen nagelezen, je kunt vandaag niet meer aan geloofwaardige klimaatpolitiek doen binnen de krijtlijnen van het bestaande. Laten we zeggen, de bestaande economie een beetje bijsturen om op die manier, dat zal niet meer lukken, zegt Kevin Anderson, gezaghebbende klimaatwetenschapper. En dit is een grafiek die iets daarvan weergeeft. Ik zou daar veel over kunnen zeggen, maar ik zal het kort houden. Als we tijd verliezen, en we zijn tijd verliezen, dus een aantal landen proberen wel hun best te doen en nemen maatregelen, maar we moeten maar naar België kijken en we zien hoe rampzalig het gesteld is met het klimaatbeleid in België. Een heel groot deel van het beleid komt er eigenlijk op neer dat men propere lucht gaat aankopen in het buitenland via het emissiehandelssysteem. En fundamenteel verandert er eigenlijk heel weinig in eigen land. Wat niet wil zeggen dat al de dingen die wel gebeuren niet te appreciëren zijn. Heel veel mensen, er zijn mensen die energiecoöperatieven opzetten, die windmolens bouwen, die zonnepanelen aankopen enzovoort. Allemaal goede dingen. Maar we zitten nog niet op dat niveau dat al die kleintjes een voldoende groot effect maken. Okay, we zijn dus een belangrijke tijd aan het verliezen. En hoe langer dat we de kentering uitstellen, hoe langer we wachten om echt een soort breuk te maken, om het tijd te keren, hoe moeilijker het wordt. En deze drie grafieken geven dat weer. Als de piek van de CO2-uitstoot in 2015 valt, dan wel 2020, dan wel 2025, dan zien we dat na de piek, op het moment dat we de kentering inzetten, dat de daling van de CO2-uitstoot veel scherper zal moeten gebeuren. De grafiek is een beetje vertekend, waardoor het lijkt of het een soort van val is van de ene dag op de andere. Maar als we dit jaar, als we nu gaan pieken, stel dat we nu momenteel, in 2015, zoals ik al heb gezegd, als de cijfers van 2014 zich bevestigen, we hebben het plafond bereikt, de piek van de mondiale CO2-uitstoot, en vanaf nu moeten we gaan dalen. Wel, je ziet die grafiek, die gaat tamelijk snel naar beneden. En zo snel moet hij naar beneden gaan als we het klimaat nog willen stabiliseren op 2 graden Celsius.
evident, als we langer wachten tot 2020 of 2025, dan moet die daling nog veel sneller gaan. Zo snel dat dat niet meer gaat, piecemeal, gradueel, stapje per stapje, maar dat je veel verdergaande ingrepen gaat nodig hebben in onze economie. Het is niet dat het nog onmogelijk is, maar het is evident dat als je tijd verliest, dat, dat de inspanningen dan veel groter moeten worden. Vandaar dat er steeds meer vragen komen over de beperkingen van dat model van die groene economie. En die vragen worden vooral gesteld in het zuiden. Dit is een foto van een grote betoging in 2012 in Rio de Janeiro. Een betoging van boeren, milieubewegingen, vrouwenbewegingen, inheemse enzovoort, tegen de top van Rio Plus 20. Dat was een grote top rond duurzaamheid en de groene economie. En dat was eigenlijk een heel bijzondere situatie, namelijk binnen in de top zitten staats- en regeringsleiders te onderhandelen en te discussiëren over de vergroening van de economie. Eindelijk zou je kunnen zeggen, eindelijk zijn ze daarmee bezig. En buiten zien we protest van mensen die zeggen van die groene economie, het gaat niet ver genoeg, het gaat niet snel genoeg. En het heeft allerlei neveneffecten, asociale neveneffecten. Ik heb daar nu niets over gezegd, maar ik had dat kunnen doen. Er zijn een aantal manieren waardoor, onder andere binnen het emissiehandelssysteem, waardoor mensen in het zuiden vooral de rekening dreigen te betalen. Dus kritiek op dat programma en de nood om verder te gaan. En in die context wil ik eventjes verwijzen naar deze man, die zich ook in het debat heeft gemengd, en ik wil zeker de pauze niet instrumentaliseren om mijn verhaal geloofwaardiger te maken, maar hij heeft een opmerkelijk document geschreven waarin hij een aantal straffe stellingen doet die ons ook moeten doen nadenken over, ja, gaan we wel de verandering die nodig is doormaken met de instrumenten die de klimaatverandering zelf heeft gecreëerd. Nicholas Stern is een belangrijke economist die veel rond klimaatverandering heeft gewerkt. Het is een Brit. En die zegt, klimaatverandering, dat is de grootste marktfaling die zich tot nu toe heeft voorgedaan. Het is een soort van, het is de markt die het heeft veroorzaakt, dus de markt werkt niet goed. Het kapitalisme heeft een neveneffect, klimaatverandering is de grootste marktfaling die zich heeft voorgedaan. En wat zien we tegelijkertijd? En dat is niet een conclusie die Stern maakt, maar veel anderen hebben het in zijn plaats gemaakt. We zien tegelijkertijd dat veel van de maatregelen die worden genomen eigenlijk neerkomen op nog meer markt. Met andere woorden, men wil het probleem bestrijden met dezelfde instrumenten als diegenen die het probleem hebben veroorzaakt. En daar moeten we kritische vragen bij stellen. En daarbij kunnen we, misschien onverwacht, ook bij deze figuur inspiratie vinden. Ik zal niet het hele citaat doornemen, maar hij heeft het over een soort technocratisch paradigma waar technologie en economie, markteconomie centraal staan. En dat allerlei negatieve gevolgen heeft. Men heeft de les van de mondiale financiële crisis niet geleerd, stelt hij, en zeer traag leert men pas die van de achteruitgang van het milieu. In enkele kringen wordt beweerd dat de huidige economie en de technologie alle milieuproblemen zullen oplossen, evenals men beweert dat de problemen van de honger en de ellende van de wereld eenvoudig zullen worden opgelost met de groei van de markt. Quod non. Daar moeten we ons vragen bij stellen. En de paus doet het dan vanuit zijn heel specifieke religieuze, spirituele achtergrond. Andere mensen doen dat vanuit hun eigen achtergrond. Maar je ziet kritische stemmen. Ik wil niet zeggen dat de paus het helemaal eens zou zijn met mijn analyse, maar ik vind dat dat heel significant is, de manier waarop deze man zich mengt in dit debat en duidelijk stelling inneemt. Hij heeft duidelijk de urgentie van het probleem begrepen, net zoals veel andere mensen dat ook beginnen te doen. En steeds fundamentelere vragen beginnen te stellen. Wat is de rol? Wat is onze verantwoordelijkheid als mens? Eigenlijk is dat iets bizars. Wij zijn de generaties die er nog iets aan kunnen doen. De mensen die geboren zullen worden in 2080, voor hen zal het misschien te laat zijn. Zij zullen niet meer in staat zijn om de ramp te keren of te beperken. Wij zijn daar wel nog toe in staat. Dat is iets historisch. Een soort van speciale verantwoordelijkheid voor onze generaties. We moeten ons daar voldoende van bewust zijn en er ook voldoende vragen over stellen. Wat is eigenlijk onze plaats in de wereld? Wat is onze relatie tot de natuur? En kunnen we die relatie enkel vanuit een economische of technologische bril bekijken of moeten we dat ook breder opentrekken? Oké. Dan een paar woorden over welke alternatieve pistes kunnen we nu wel gaan bedenken. Ik zal het daarmee kort houden, want ik zie dat de tijd al ver opgeschoven is.
Die groene economie is eigenlijk sinds 2009 vooral ontwikkeld, of dat denken daar rond is ontwikkeld. Rapporten worden geschreven, congressen worden erover gehouden. En tegelijkertijd zie je hoe burgers, NGO's, vakbonden enzovoort zich aan het organiseren zijn en aan het proberen zijn om daar ook een soort kritisch antwoord op te formuleren. Aanvaarden wat eventueel goed is en sociaal rechtvaardig is en bekritiseren wat eventueel problematisch is. En ze doen dat in naam van klimaatrechtvaardigheid. Dat zijn als het ware de termen of de slogans, zou je kunnen noemen, die in dat debat worden naar voren geschoven. En wat ons betreft zou klimaatrechtvaardigheid op een aantal cruciale principes gebaseerd moeten zijn. Dus niet geloof in de ongebreidelde mogelijkheden van de technologie, niet de verdere vermarkting van alles en inzetten op economische groei, maar een aantal andere zaken. Namelijk opnieuw controle, democratische controle krijgen over de economie. Eigenlijk zijn we die controle verloren. Welke regering, zelfs op Europees niveau, heeft eigenlijk nog greep op grote multinationals, financiële markten enzovoort? Daar moeten we iets aan doen. En we gaan nooit iets aan... Enfin, we gaan nooit. Het zal zeer moeilijk zijn om iets aan klimaatverandering te doen als we daar niet de handvaten toe hebben, als we niet opnieuw democratische controle kunnen verwerven op de economie. We gaan nooit het draagvlak kunnen realiseren dat nodig is voor de vergaande veranderingen als de strategie die we hanteren niet gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid. Als het ook niet gepercipieerd kan worden als rechtvaardig. Heel eenvoudig. Ik ga een voorbeeld geven. We kunnen niet verder blijven vliegen zoals we bezig zijn. Er is geen alternatief voor kerosine. We gaan niet binnenkort allemaal met zweefvliegtuigjes op vakantie. Als we het klimaat willen stabiliseren, dan moet er minder gevlogen worden. Heel eenvoudig. Wel, stel dat je een belasting hebt op vliegverkeer. Wat betekent dat het gros van de mensen niet meer kunnen vliegen, maar waarbij de 1% rijkste onbeperkt zal kunnen blijven vliegen? Je voelt zo aan dat dit gepercipieerd zal worden als problematisch. Dat dat als onrechtvaardig zal aangevoeld worden. Dus omwille van het draagvlak is het belangrijk dat sociale rechtvaardigheid centraal komt te staan. Dan drie, decommodificatie betekent eigenlijk gewoon dat we dingen uit de markt moeten halen. Dat we opnieuw dingen onder gemeenschappelijke publieke controle moeten brengen. Wat betekent dat? Wat is de vertaling daarvan? Of wat is een mogelijke vertaling daarvan? Wel, ten eerste, democratische controle krijgen. We moeten het proces van globalisering stoppen. De ongebreidelde vrijhandel, dat kan niet verder blijven bestaan. Mijn stelling is dat de vrijhandel of de globalisering, dat die de klimaatverandering niet zal overleven. Als je nu alleen maar ziet de vluchtelingenstroom enzovoort, welke enorme druk die zet op Europa, op de samenwerkingsverbanden tussen Europa en hoe Europa dreigt uit elkaar te vallen als gevolg van een paar honderdduizend vluchtelingen, wel, dan kun je je gaan indenken wat voor druk de klimaatverandering zal zetten op mondiale samenwerking in de toekomst. Volgens mij gaat de mondiale orde uit elkaar vallen, gaan mondiale vormen van samenwerking uit elkaar vallen, eens dat de gevolgen van klimaatverandering zich volop zullen doen voelen. Misschien pas tegen het einde van de eeuw, maar ik denk dat de globalisering niet gaat overleven. Alleen al als je ziet hoeveel... Ja, de globalisering heeft ook een ecologische impact. Vliegen, vrachtverkeer, bootverkeer enzovoort. Vandaar een soort halt aan vrijhandel, een vorm van protectionisme. En dat protectionisme is belangrijk. Dat wil zeggen, hoe zou ik het uitleggen? Vandaag is het probleem, stel dat we hier in België of in West-Europa zeggen van wij gaan echt een serieuze klimaatpolitiek gaan voeren. Wat ga je krijgen? Onmiddellijk bedrijven die gaan wegtrekken. Die gaan zeggen van we gaan hier niet meer produceren, we gaan elders ergens anders gaan produceren, wat er niet dat soort felle maatregelen zijn. Wel, hebben we daar hefbomen tegenover? Kunnen we daar ergens iets tegen inbrengen? Wel, we kunnen daar wel degelijk iets tegen inbrengen. We kunnen zeggen, en wat is onze hefboom? Dat is onze markttoegang. We kunnen zeggen, oké, jij wil hier wegtrekken van onze klimaatmaatregelen, je wilt hier ergens anders gaan produceren waar er geen serieuze klimaatregels zijn. Oké, maar dan gaan we je ook geen toegang meer geven tot onze markt voor de producten die jij produceert. Op die manier krijg je opnieuw een hefboom in handen. En door vast te houden aan het vrijhandelssysteem verliezen staats- en regeringsleiders eigenlijk die hefbomen. We moeten opnieuw kunnen zeggen aan bedrijven, wel, je hebt geen toegang tot onze markt als je producten gepaard gaan met een te hoge CO2-uitstoot.
Dat gaan we moeten doen als we opnieuw een hefboom willen krijgen. Een vertaling voor sociale rechtvaardigheid is tax and dividend. Wat houdt dat in? Heel kort. Hef een belasting op fossiele brandstoffen aan de bron. Dat betekent dat fossiele brandstoffen duurder worden. Dat betekent dat de consument natuurlijk dat gaat betalen, want de bedrijven zullen die kost doorschuiven naar de consumenten. Dus het gas en de benzine enzovoort wordt duurder. Maar zorg ervoor als overheid dat de opbrengst van die belastingen integraal wordt verdeeld onder de bevolking. Elk krijgt een gelijke hoeveelheid van die opbrengst. Je krijgt een som geld binnen, de staat krijgt een som geld binnen, wel, je gaat dat verdelen per hoofd van de bevolking. Je kunt dat zelfs eventueel doen. Er zijn mensen die voorstellen om die som geld te verdelen onder de vorm van eco-checks bijvoorbeeld, zodat je er geen fossiele brandstoffen mee kunt aankopen, maar wel milieu- en maatschappelijk nuttige dingen. Wat is de gedachte? Wel, de mensen die het minder goed hebben, die minder inkomen hebben, die zullen sowieso minder fossiele brandstoffen kopen dan degene die thuis een chic zwembad hebben dat ze moeten verwarmen, bij manier van spreken. En daardoor zal dat tax- en dividend-systeem een soort van herverdelingseffect met zich meebrengen. Dus we gaan allemaal duurdere fossiele brandstoffen kopen. Doordat die fossiele brandstoffen duurder worden, worden wel milieuvriendelijkere alternatieven aantrekkelijker, hè, want die zit met de prijs te spelen. Maar er is een soort van compensatiemechanisme door dat dividendsysteem. Je keert de belastingsopbrengst op aan alle leden van de bevolking. En dat gaat, omwille van het ongelijke verbruik van mensen, een soort van herverdelend effect hebben. En je kunt daar allerlei bijkomende mechanismen gaan bedenken, zodanig dat herverdelend effect heel reëel is. Heel concreet, opnieuw, niet voldoende om het tijd te keren, maar wel een stap in de richting van sociaal rechtvaardige klimaatpolitiek. Decommodificatie, hoe halen we zaken uit de markt? Wel door te gaan delen, door commons, ik zal daar niet veel over zeggen, of door opnieuw publieke investeringen te doen. Energie is eigenlijk een kwestie die te belangrijk is om aan de markt over te laten. Energie is eigenlijk een zaak, energieproductie is eigenlijk iets waarover we zouden moeten kunnen beslissen als gemeenschap, als democratie. En is niet iets, in mijn ogen, dat we moeten overlaten aan Electrabel, Suez enzovoort. Hier nog een aantal andere alternatieve pistes. Maar laat me eens kijken. Ik zal hier niet uitgebreid op ingaan. Je kunt dit snel zelf eens lezen. Waar wij eigenlijk voor pleiten is, dus het herstel van de democratie, meer publieke interventie, meer publieke investeringen ook, om ervoor te zorgen dat de rol die de markt vandaag speelt in de maatschappij voor een stuk wordt teruggeschroefd. Zodanig dat we opnieuw zelf keuzes kunnen maken en de keuzes niet moeten overlaten aan aandeelhouders, anonieme aandeelhouders, die vooral op de beurs actief zijn. En ik wil een stapje verder zetten, of wat sneller gaan, om nog iets te kunnen vertellen over wat er binnenkort gebeurt, Parijs. Parijs opnieuw, belangrijke klimaattop, de belangrijkste sinds 2009, Kopenhagen. De onthoogeling was zeer groot toen in Kopenhagen. Ik was er zelf bij 2 weken toen. Dat was de top waar het moest gebeuren, waar een internationaal klimaatakkoord moest tot stand komen. Dat is mislukt en nu is Parijs als het ware de nieuwe kans. Probleem, Parijs, de top, COP21 wordt die genoemd, het is de 21ste keer dat die top plaatsvindt, die vindt natuurlijk plaats in een moeilijke context. Ik moet u geen verhaaltje vertellen, de terreuraanslagen enzovoort. En opnieuw, dit confronteert ons met de enorme complexiteit van klimaatverandering. En een hypothese die ik jullie wil voorleggen is de volgende. Ik heb in het begin gesproken over het feit, als de opwarming sterker is dan 2 graden Celsius, dan dreigen er zich processen voor te doen waardoor de klimaatopwarming als het ware automatisch gaat versnellen en oncontroleerbaar begint te worden. Als de oceanen beginnen CO2 uit te stoten in plaats van CO2 te absorberen, als de permafrost in Siberië begint te ontdooien, waardoor de methaan vrijkomt, dan versnelt het opwarmingsproces zich en hebben we daar eigenlijk weinig greep op. Met andere woorden, als we dan massaal minder met de auto beginnen rijden en steenkool niet meer gaan verbranden enzovoort, het dreigt op dat moment een maat voor niks te zijn, omdat hoeveel inspanningen we dan ook doen, je krijgt daar een soort van spontane, natuurlijke uitstoot van methaan en CO2, waar dat we heel moeilijke controle dreigen over te krijgen. In de literatuur noemt men dat een terugkoppelingsmechanisme, een feedback loop.
Het komt er eigenlijk op neer. Dus je hebt klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt voor... hier, deze tekening is nog een ander voorbeeld. De temperaturen nemen toe. Het zeeijs smelt, onder andere in de Noordpool, de Zuidpool. Wat is het effect van ijs? Wel, het klinkt simpel, maar ijs is wit. Wit stoot het zonlicht af. Als het ijs verdwijnt, komt er een donkere kleur in de plaats. Oceaan, water, heeft een donkere kleur. Wel, donker, je weet dat allemaal, dat absorbeert warmte, terwijl wit eerder de warmte afstoot. Als je in de zomer, als het warm is, dan dragen mensen een witte t-shirt en geen zwarte t-shirt. Wel, iets gelijkaardigs speelt met het klimaat. Met andere woorden, klimaatverandering zorgt voor minder ijs. Minder ijs zorgt ervoor dat er minder wit is en meer zwart, om het heel simplistisch te zeggen. Door dat verdwijnen van het wit wordt er nog meer warmte geabsorbeerd en gaat de opwarming nog eens versnellen. Dus een soort van negatief terugkoppelingseffect. Met andere woorden, de klimaatverandering gaat zichzelf versnellen. Wel, wat we ook nu dreigen te krijgen, is iets gelijkaardigs, maar dan op maatschappelijk en politiek niveau. Dat is tenminste de hypothese, het gevaar dat zich voordoet. Namelijk, we hebben klimaatverandering. Dat zorgt voor complexe, chaotische situaties, zoals in Syrië, met gevolg oorlog, terreur, chaos enzovoort. Dat zorgt ervoor dat onze capaciteit als maatschappij om iets te doen aan klimaatverandering vermindert. Namelijk, wat ga je nu zien gebeuren? Klimaatverandering komt minder centraal te staan op de agenda. Terreur, oorlog komt centraal te staan. Daar wordt er plots heel veel geld voor vrijgemaakt. Middelen die we vroeger niet hadden, plots komen er honderden miljoenen vrij om iets te doen aan terreurbestrijding. Miljoenen die niet elders kunnen gebruikt worden. Met andere woorden, je krijgt ook een soort van feedback of een soort mechanisme waardoor eigenlijk de klimaatverandering zorgt voor een soort van maatschappelijke chaos of maatschappelijke problemen die onze capaciteit, de capaciteit van maatschappijen om iets te doen aan die klimaatverandering, dreigen te verminderen. En dat zie je heel concreet gebeuren. Bijvoorbeeld, in Parijs zijn de grote acties en betogingen van de civiele samenleving verboden geworden. Ik was zelf ook van plan om te gaan, ik overweeg nog altijd om te gaan. Honderdduizenden mensen werden verwacht in de straten van Parijs om een klimaatakkoord te bereiken. Dat is belangrijk. Al die honderdduizenden mensen die betrokken zijn, die nadenken over hoe kunnen we het klimaat stabiliseren, hoe kunnen we ook in onze eigen buurt, in ons eigen leven iets veranderen. Ook naar Parijs gaan en betogen of actie voeren, debat voeren op straten, is belangrijk om te laten zien, er is hier een draagvlak. We moeten hier meer druk zetten op de maatschappij, op de politici, want er is hier een draagvlak. Wel, die betoging is nu afgelast. Dat is een mokerslag voor de klimaatbeweging, voor allerlei NGO's, actiegroepen, noem maar op, die eigenlijk al jaren bezig zijn om te mobiliseren naar Parijs toe. En dat is een heel concreet mechanisme, waardoor, denk ik, we onze eigen capaciteit als maatschappij om iets te doen aan klimaatverandering dreigen te ondermijnen. Dat is heel gevaarlijk. Oké, kort iets over de kansen en de bedreigingen of de positieve mogelijkheden en de bedreigingen van Parijs. Oké, ik heb het al gehad over de stabilisatie in 2014 van de energiegerelateerde uitstoot. Dit toont dat er een inzet is. Het is nog altijd mogelijk om klimaatverandering te keren. Een aantal belangrijke landen hebben engagementen gedaan. De Verenigde Staten, China. Oké, ondertussen weten we dat het veel te weinig is. Het is niet voldoende om het klimaat op 2 graden Celsius te stabiliseren, maar het feit dat de VS en China naar de klimaattop komen met een reële bedoeling om te gaan onderhandelen, is eigenlijk al positief. Dus het zal niet voldoende zijn, we weten dat nu al, maar er zal wel iets reëels te discussiëren vallen. Vorige jaren, op de klimaattop, ging het eigenlijk heel vaak over procedures. Hoe gaan we binnenkort, op welke manier gaan we beslissen hoe dat we ooit een keer iets aan klimaatverandering kunnen doen? Nu gaat het concreet over hoeveel CO2-uitstoot gaat elk land reduceren. Dus er is iets reëels waarover gediscussieerd wordt. Andere belangrijke factor, die mondiale bewustwording. Ik heb het al gezegd. Honderdduizenden mensen maakten zich op om in Parijs te gaan betogen. Dat zou de grootste klimaatmanifestatie ooit zijn geweest in de geschiedenis. Misschien zelfs de grootste milieumanifestatie ooit. Dus dat is belangrijk. Dat is een sprong in het bewustzijn van burgers, dat zou heel zichtbaar zijn geweest, dat zou heel gemediatiseerd zijn geweest, dat zou ergens een belangrijk symbool zijn geweest.
Dat is iets positiefs. Ik denk dat die mondiale bewustwording nog altijd bezig is. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het probleem, proberen er iets aan te doen. Positief en negatief. Ik denk dat de strijd tegen het klimaatscepticisme grotendeels gestreden is. In Europa is er bijna niemand meer, zeker niet in West-Europa, die nog fundamenteel vragen stelt over de klimaatwetenschap. In Amerika nog wel, maar de geloofwaardigheid, of de wetenschappelijke geloofwaardigheid in elk geval van die mensen, is zeer, zeer gering. En eigenlijk is die strijd is gespeeld. Het komt er nu nog op aan om die laatste klimaatsceptici in de Verenigde Staten helemaal in de hoek te duwen, bij manier van spreken. En je ziet hoe klimaatsceptici eigenlijk ook het geweer van schouder aan het veranderen zijn. En in plaats van klimaatopwarming te ontkennen, gaan ze nu een discussie aan over de manier waarop het klimaatprobleem moet aangepakt worden. Wat eigenlijk al een interessantere discussie is. Oké, positieve factoren, bedreigingen dan? Wel, ik heb het al gezegd, de terreur, de agenda wordt daar nu door bepaald. Er is een reëel risico dat de top aangegrepen zal worden door die staats- en regeringsleiders om het ook over die terroristische aanslagen en de strategie er tegen te hebben. Verloren tijd, we hebben heel veel tijd verloren. Ik heb het al gezegd. Als we met dat programma voor de groene economie waren begonnen in de jaren 90, dan zat er nog een mogelijkheid in. Als we het nu moeten doen, dan gaat het veel verder moeten gaan. Gaan we, en mijn vertaling van veel verder gaan is onder andere breken met de globalisering. Vrijhandel stoppen, wat ik daarnet heb verdedigd, dat is een tamelijk radicale, scherpe maatregel. Dat is veel verder dan waar bepaalde, veel politici toe bereid zijn. Wel, ik denk dat dat soort radicale ingrepen noodzakelijk zijn, precies omdat we zoveel tijd hebben verloren. Het klimaatakkoord, als er een zal komen, en ik denk dat de kans bestaat dat er een akkoord zal komen, zal beperkt zijn aan ambitie. Hoe onderhandelt men? Wel, de methode die men heeft gebruikt, dat is te zeggen, elk land mag een voorstel doen van hoeveel CO2-reductie het zelf vrijwillig zal realiseren. Ook België, Europa, alle landen hebben zo'n voorstel gedaan. En dan begint men op basis daarvan alle cijfers bij elkaar te leggen en te onderhandelen over hoe dat ze dat verder gaan aanpakken. Wel, die methode heeft zijn beperkingen natuurlijk. Namelijk, als je enkel rekening houdt met wat landen vrijwillig zullen doen, dan dreigt het ambitieniveau veel te laag te zijn. En dat dreigt ook het geval te zijn. Dus algemeen wordt erkend, ook door mensen die aan het onderhandelen zijn, dat is dat als er iets uit de bus komt, dat het bij lange na niet voldoende gaat zijn om de planeet op pad te zetten naar een opwarming van 2 graden Celsius maximum. We gaan, maar wat er nu op tafel ligt, gaan we naar iets veel meer, 3 graden en meer. Vandaar dat er wordt gezegd, dit kan enkel een eerste stapje zijn. Dit kan enkel een soort van eerste stap zijn en daarna moeten we verder gaan. En dan is de kritische bedenking die ik maak, of die wij maken, wel, als we die beperkte ambities gaan combineren, of als we die gaan realiseren via een systeem van emissiehandel, dan dreigt het onmogelijk te zijn om verder te gaan. Ik ga dat uitleggen. Stel je voor dat je zegt, we hebben een internationaal klimaatakkoord, de staats- en regeringsleiders komen naar huis, oké, hier in België, West-Europa, we hebben een akkoord, het is niet genoeg. De wereld gaat ook een rampzalige klimaatverandering tegemoet met dit klimaatakkoord. Oké, laten we dan toch ons best doen en verdere stappen zetten. Laten we maken dat we in België verder gaan, of in andere West-Europese landen, laten we verder druk zetten op de regering om verder te gaan. Wel, dit dreigt onmogelijk te zijn door emissiehandel. Waarom? Wat doet emissiehandel? Emissiehandel legt een plafond op aan hoeveel er uitgestoten kan worden. En binnen dat plafond kunnen dan emissierechten worden verhandeld. Oké. Wel, als dat plafond te weinig ambitieus is, als dat plafond te hoog is, als het te hoog is om het klimaat te stabiliseren op 2 graden opwarming, ja, dan dreig je vast te zitten aan het plafond. Wat gebeurt er namelijk? Stel dat je zegt, in België gaan we aanvullende maatregelen nemen. We gaan nog bijkomende maatregelen nemen, waardoor we onze uitstoot nog extra kunnen reduceren. Stel je voor dat we in België bepaalde wetten aannemen die zeggen, wel, bedrijven, ze moeten een bepaald niveau van energie-efficiëntie bereiken, mag geen koks meer gebruiken. Bedrijven, fabrieken moeten de meest up-to-date machines en installaties gebruiken enzovoort. Stel dat je dat gaat doen. Wat gaat er dan gebeuren? Wel, die bedrijven die gaan met hun
overschot aan emissierechten, met een overschot aan emissierechten zitten. Ze krijgen een hoeveelheid emissierechten binnen het emissiehandelssysteem, maar ze gaan een overschot hebben, want ze gaan aanvullende maatregelen toch moeten nemen om hun machines te veranderen. Die emissierechten gaan ze op de markt brengen. Een overschot aan emissierechten betekent dat de prijs gaat kelderen. Dat betekent dat het voor andere bedrijven goedkoper zal worden om emissierechten te kopen dan iets te veranderen in hun eigen bedrijf. Complex verhaal. Het punt dat ik wil maken is, eens je een emissiehandelssysteem hebt, heb je een plafond. We gaan zoveel uitstoten en niet meer. Maar het wordt zeer, zeer moeilijk om verder te gaan, om het plafond te verlagen, om verder te gaan dan wat het emissiehandelssysteem voorschrijft. Met andere woorden, je dreigt met een keurslijf te zitten, met een akkoord dat niet ambitieus genoeg is en een manier om dat akkoord te implementeren, namelijk emissiehandel, die ervoor zorgt dat, dat het onmogelijk is om verder te gaan dan wat het akkoord eigenlijk voorschrijft. Oké, en laat mij nu eens kijken hoe het zit met de tijd. Het is 8:00. Ik had nog graag de kans gegeven om vragen te stellen, maar ik veronderstel dat het toch de bedoeling is dat ik bij deze afrond. Mochten er mensen zijn die graag vragen willen stellen, kom gerust nog naar mij toe op het einde. Bedankt voor jullie aandacht.